All right. Welkom allemaal bij de eerste webinar van de Groei Meeweek. We zitten hier samen met een aantal personen van Numbers. We zitten hier samen met Mitchell. Mitchell zal de vragen die binnenkomen behandelen in de Q&A-sectie. Mocht je nou technische vragen hebben, mocht het scherm het niet doen, zie je mij nu alleen maar praten, maar hoor je niks, dan ontvangen we dat soort vragen graag in de chat. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Joris Bruining. Ik ben Customer Success Manager bij Numbers. En zal later in de week ook een presentatie geven over de nieuwste functionaliteiten van Numbers. Dat is nu nog even niet belangrijk, want we zitten hier nu namelijk allemaal voor de enige echte Tijmen Alkema. En Tijmen is product owner van Squad HR. Dus dat is... Nou ja, dat zijn alle kwesties omtrent de HR-module van Numbers. En Tijmen wil jullie graag wat meer vertellen over hoe je die HR-functionaliteiten kan inzetten. Om natuurlijk meer te groeien met het product Numbers. Nou ja, de presentatie zal pak en beet 20 minuten duren. Stel je vragen vooral in die Q&A-sectie. En dan hopen we die meteen te behandelen. En Mitchell zal ook live de vragen in de webinar stellen, zodat Tijmen ze meteen kan behandelen. Mocht je nou een wens hebben, dus iets wat nog niet kan in Numbers, maar wat je wel graag zou willen hebben, dan ontvangen we die ook graag in de community. Dat is community.numbers.nl. En dan ontvangen wij die graag daar. Tijmen, graag aan jou het woord. Enorm veel plezier allemaal. En ik heb er enorm veel zin in. Dus... Oh ja, nog één dingetje. Oh, deze hele webinar wordt opgenomen. Dus dat je dat weet. Mocht je daar iets, of tenminste een probleem mee hebben, dan horen we dat ook graag. Maar dat je dat weet, moet wel even zeggen. Oké, Tijmen, aan jou. Alright, Joris, dankjewel. Leuk dat jullie allemaal zijn. Ja, zoals Joris al zei, mocht er tussendoor vragen zijn, schiet ze vooral in. Dan we kunnen ze altijd behandelen en beantwoorden. Mijn naam is dus Tijmen Alkema, product owner bij Numbers, al een jaar of 7 nu. Voornamelijk bezig met HR en met UX. En ik zit hier namens het onderdeel HR. En om uit te leggen wat we daar allemaal doen, waar het allemaal voor gebruikt kan worden. En zeker ook om te behandelen hoe je dit goed kunt uitrollen naar klanten. We zitten hier natuurlijk om allemaal te groeien met het gebruik van Numbers. Maar je wilt natuurlijk vooral gebruiken om meer klanten binnen te kunnen halen. En dat is ook zeker iets wat we willen behandelen. En waar ik uitleg over wil geven hoe dat kan aan de hand van onze HR-functionaliteiten. Ten eerste wil ik duidelijk uit gaan leggen wat wij bedoelen met de oneindige lus. Het klinkt misschien een beetje gek, maar een aantal van jullie zullen het al, dit plaatje in ieder geval, hebben gezien. Maar deze oneindige lus is eigenlijk de hele gedachte achter ons product. Het is een oneindige lus van HR naar payroll. Dus als ik dit onderdeel goed heb kunnen uitleggen, dan is wat mij betreft de presentatie geslaagd. En dan wordt het ook duidelijker met welk idee wij al onze features ontwikkelen. Die oneindige lus, dat zie je voornamelijk terug in de HR workflows. En zoals ik ook al aangaf, ik wil duidelijk gaan uitleggen hoe je HR workflows kunt gaan uitrollen bij je klanten. En daarnaast als een laatste reminder nog even snel door alle HR-functionaliteiten heen lopen. En op het eind is er uiteraard plek voor vragen. En zoals ik al aangaf, die kunnen ook tussendoor. Een mooie quote van Richard Branson, een inspirerende man. En waarom ik deze quote heb uitgekozen is omdat dit is iets waar wij als Numbers heel erg mee bezig zijn. Een van onze USP's is betrek je medewerkers. En wat we altijd willen is dat door onze tooling te gebruiken, een HR-manager meer tijd heeft voor zijn medewerkers. Dat een medewerker zelf dingen in kan zien, zelf informatie in kan zien, zelf wijzigingen aan kan vragen. En op die manier, meer als HR-manager, ga je ervoor zorgen dat je meer tijd hebt voor je medewerkers. Daarnaast heb je allerlei data in Numbers. Dat zijn overzichten die je op strategisch niveau kunt gebruiken om beslissingen te maken, informatie te geven aan een MT bijvoorbeeld. En op deze manier kan je Numbers gebruiken om ervoor te zorgen dat je meer tijd over hebt voor je medewerkers.
En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat geeft Richard Branson ook een beetje aan. Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients. En dit past natuurlijk heel mooi in dit, in het thema van deze week. Groei mee met numbers. Als je goed zorgt voor je medewerkers, dan zorg je medewerkers goed voor het bedrijf. Kun je groeien. En ook voor de accountants onder ons betekent dat dat je dit een mooie propositie hebt om aan te geven aan klant of prospects, zodat zij het vertrouwen hebben in dat daar met numbers een mooie tool staat. De oneindige lus. Zoals je hier kan zien, hebben we aan de linkerkant een HR-kant en aan de rechterkant een payroll-kant. Vaak zie je dat voor allebei deze kanten van de oneindige lus, dat daar twee verschillende software tools voor gebruikt worden. Op HR-gebied gaat het van Excel voor de verlof of tijdregistratie, Linda, Nostradamus, allerlei integratietijdplanning tools. En aan de payroll kant heb je bijvoorbeeld een tool zoals Numbers, Loket, Unit 4, AFAS enzovoort. Waar wij heel erg in geloven is dat die twee naadloos in elkaar overlopen. Er is eigenlijk geen sprake van dat losse pakketten zijn. Die twee hangen zo erg met elkaar samen dat die in één pakket horen te zitten. En dat is dus ook iets wat wij als Numbers nastreven. Het beste voorbeeld wat ik hiervoor kan geven is eigenlijk het aannemen van een nieuwe medewerker. Dat heb je initieel heb je een heel recruitmentproces. Wat we vaak zien is dat het recruitmentproces is wat gedaan wordt door de HR-afdeling. Die hebben een heel proces met gesprekken, misschien een assessment, nog een gesprek enzovoort. En op een gegeven moment wordt een medewerker aangenomen. Op het moment dat zo'n medewerker wordt aangenomen, moet er een contract getekend worden enzovoort. Al die informatie zit, zoals wij noemen, aan de linkerkant bij de HR-afdeling. Die medewerker komt in dienst, krijgt een eerste week, krijgt zijn laptop, krijgt de leaseauto. Allerlei zaken die links afspelen, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment, rond de 25e vaak zien wij, gaat die medewerker toch een keer een salaris verwachten. En zo gaat die medewerker van de linkerkant, de HR-kant, eindigt die bij de rechterkant, de payroll-kant. We hebben altijd een grapje onderling dat de payroll wordt vaak een beetje over het hoofd gezien. Maar stel je nou eens voor dat je op de 27e betaalt in plaats van op de 25e. Dan weet je hoe belangrijk het is om voor de loonstrook te zorgen en de tijdige betaling. Want als dat gebeurt, nou ja, dan loopt het hele proces vast. En daarom zijn die twee dingen dus zo belangrijk. Je moet echt zorgen dat het naadloos overgaat van HR naar payroll. En stel je nou voor dat de maanden doorgaan, dus de medewerker blijft een beetje aan die payroll kant. Elke maand wordt er weer een loonstrook gemaakt. Elke keer gaat de betaling eruit. Elke maand gaat de loonaangifte er netjes uit of een pensioenaangifte. Ja. Na een maand of 6 komt er vanuit bijvoorbeeld Numbers een signaal dat een contract gaat aflopen. Op het moment dat dat gebeurt, gaat die medewerker eigenlijk weer van de rechterkant, de salariskant, naar de linkerkant. Op het moment dat het gaat om het verlengen van contracten, dan zit je vaak weer in HR-processen vast. Dat betekent dat de HR-manager bijvoorbeeld een gesprek gaat voeren met de directe manager, of dat de manager een gesprek gaat voeren met de medewerker. En je zit dus weer in de linkerkant van deze processen, spelen er allerlei zaken af. Misschien gaat het wel zo goed dat die medewerker niet alleen een contractverlenging krijgt, maar ook nog eens een salarisverhoging. En zo eindig je toch weer aan de rechterkant in de payroll-cyclus. En dit hele concept, deze oneindige lus van HR naar payroll en terug, dat is eigenlijk wat wij altijd in gedachten houden op het moment dat wij bezig zijn met features ontwikkelen. Er speelt zoveel af aan allebei de kanten, dat het zaak is dat dat echt naadloos in elkaar overloopt. De medewerker die als bron van informatie zelf zijn adres bijvoorbeeld invoert. De manager als bron van informatie die het beste weet of een contract verlengd moet worden. En natuurlijk de payroll specialist die weet hoe het allemaal verwerkt moet worden. Op die manier zitten wij in de wedstrijd en proberen wij ervoor te zorgen dat dit zo makkelijk mogelijk gaat. Nou, hoe doen wij dat? Dat is aan de hand van de HR workflows.
En wat zijn nou die HR workflows? HR workflows zijn eigenlijk die HR-processen, die linkerkant die ik net heb laten zien, in een taakvorm gegoten. Wat wij weten is dat in zo'n HR-proces moet er van alles gebeuren. Het aannemen van een medewerker. De medewerker moet gegevens aanleveren. Er moet een IBAN gegeven worden. Het ID moet uiteraard gecontroleerd worden. En dat zijn allemaal dingen die door de medewerker gedaan moeten worden. Maar dan heb je vervolgens nog een manager die een eerste gesprek moet voeren bijvoorbeeld. Of een HR-manager die het contract moet genereren. Het zijn allerlei zaken die niet over te slaan zijn en echt heel belangrijk zijn om te doen. Wat doen wij nou met die HR-workflows? Wij zorgen ervoor dat die taken altijd aan iemand zijn toegewezen. En dat die processen dus altijd op de juiste manier worden doorlopen. Het zijn gewoon kort gezegd taken met een bepaalde due date en een rol die de taak moet gaan uitvoeren. En daar hebben we dan wat extra ondersteuning voor. We hebben een zogenoemde op taken gebaseerde interface proberen we te bouwen. Wat houdt dat in? We proberen ervoor te zorgen dat de taken altijd zichtbaar zijn en beschikbaar. Dat doen we in de Copilot. En die Copilot is dus altijd rechts op je scherm, zodat je altijd weet dat er een taak te doen is. Waarom staat die nou zo duidelijk in beeld? Dat is omdat het vaak iets is wat echt wat tijdsgebonden is. Een contract moet binnen afzienbare tijd getekend worden. Het eerste werkdagformulier moet op tijd ingevuld zijn. En daarom blijven wij die taak altijd zichtbaar en beschikbaar maken voor de medewerker, de manager en de HR-manager. En dan hebben we nog een extra onderdeel gemaakt. Het is niet iets wat in Numbers afspeelt, maar dat is iets wat in Microsoft Word afspeelt. Het was eigenlijk een hele makkelijke overweging. We hebben onderzoek gedaan, waar worden nou het meeste contracten ingemaakt? Hoe gaat dat het meest in zijn werk? Wat we veel hebben gezien is dat eigenlijk een contract wordt gemaakt, initieel door het contract van de vorige persoon die in dienst kwam, kopiëren en alle velden van die medewerker vervangen door de velden van de volgende medewerker. Dat is natuurlijk erg foutgevoelig en daar hebben wij iets op bedacht en dat is de Microsoft Word add-in. Wat betekent dat je dus een contract maakt in Word, maar op de plekken waar je normaal gesproken een voornaam of een achternaam invult, daar vul je nu een token van Numbers in. Wat heb je hiervoor nodig? Dat is dus die Microsoft Word add-in. Die werkt voor Microsoft Word 365. Die kan je gewoon daar in de add-in store halen. En dan zet je hem aan en dan kun je dus die tokens gewoon op de juiste plek in het contract plakken. Zorg ervoor dat op het moment dat je dat contract genereert in Numbers, dat het automatisch wordt gevuld met de gegevens die je in Numbers hebt staan. Tijmen, je gaf net aan dat taken altijd zichtbaar zijn in een Numbers applicatie. Maar stel, je bent niet ingelogd, hoe krijgen de medewerker of de manager dan hier een melding van? Dat is een goed punt inderdaad. Wat wij er altijd voor zorgen is dat op het moment dat je een taak moet gaan doen, dat we die medewerker ook, of eigenlijk elke persoon die een taak moet doen, die krijgt van ons een mailtje dat er een taak klaar staat om te doen in de applicatie. En dan op het moment dat je inlogt, dan zie je ook een blauw bolletje en je krijgt een notificatie dat er een taak klaar is om te doen. Helder. Oké, bedankt voor deze vraag. Graag gedaan. De Word add-on is alleen, zoals de naam al zegt, beschikbaar in Word, neem ik aan. Ja, in Microsoft Word hebben we dat bewust voor gekozen. We hebben een afweging gemaakt van in welke tooling wordt nou het meeste contracten gemaakt. En we zien toch dat de enige echte tekstbewerker is gewoon nog steeds Microsoft Word. Dus dat is de afweging geweest. We hebben het ooit zelf geprobeerd te bouwen, maar dat werd, dan probeer je eigenlijk iets zoals Word zelf te bouwen. En dat blijkt toch dat Microsoft dat een stuk beter kan. Dank je. Oké. Dus zoals ik net aangaf, een contract genereren, dat kan dus in Numbers. Dat doe je, je maakt het contract dus in Word en dat template, dat zet je dan in Numbers.
En op het moment van genereren wordt alles automatisch gevuld. Dan is de volgende stap eigenlijk best makkelijk te maken. Want wat doe je nou met een contract? Vaak is dat om te ondertekenen. Samen hebben wij een digitale ondertekentool gemaakt. En in die tool kan je gewoon een contract, wat je dus net hebt gegenereerd met numbers, laten ondertekenen door de medewerker, de manager, de HR-manager of wie dan ook. Daarbij hebben we dit ook nog geïntegreerd in de HR-workflow, omdat we hebben gezien dat het altijd zo'n belangrijk onderdeel is van een HR-proces, dat we ervoor hebben gezorgd dat dit dus ook iets is wat echt toegewezen kan worden aan een persoon, zodat je zeker weet dat het wordt gedaan en als het niet wordt gedaan, waar het vastloopt in het proces. Op deze manier dus geen kopieer- en plakfouten meer. Geen foute data in een contract. En het contract staat ook altijd automatisch in het dossier van de medewerker. Vervolgens, in zo'n proces, zoals ik net aangaf, het voorbeeld van het aannemen van de medewerker of het verlengen van een contract. Ergens in het proces komt het moment dat er een beslissing gemaakt moet worden. Dus we gaan het contract verlengen of we gaan het contract niet verlengen en we gaan een uitdienstflow opstarten. Wat we hiervoor hebben gemaakt is een beslissingstaak. Het is eigenlijk een vrij straightforward. Het zijn en-of beslissingen waarbij je een volgende stap in het HR-proces kunt vastleggen. Het makkelijkste voorbeeld is dus, zoals ik net aangaf, het verlengen van een contract. Dus je stelt dan in dat je op het eind van de verlengen contract workflow wil je de nieuw contract starten of de medewerker uit dienst. En dat is dan een of beslissing. En stel je voor bij het aannemen van de sollicitant, dan wil je de aannemen workflow starten en misschien een laptop en misschien een leaseauto. Dus daarom hebben wij de mogelijkheid gebouwd om een en of een of beslissing toe te voegen op het eind van een HR workflow. Nou, waarom zijn dit niet taken die altijd in één workflow zitten, zodat je één hele lange workflow kan maken? Dit is een bewuste keuze geweest, omdat we hebben gezien dat het makkelijker is om die los van elkaar te doen, zodat je namelijk elk onderdeel apart van elkaar kunt optimaliseren. Het beste voorbeeld, zoals met die leaseauto's of die laptops, dat zijn altijd specifieke procesjes eigenlijk. In kleine vorm zijn dat kleinere processen. Als je daar iets aan wil passen, dan is het logisch om dat in die workflow van een leaseauto of van een laptop aan te passen, in plaats van in de hele grote workflow van het aannemen van een medewerker bijvoorbeeld. Dat is de reden dat je daar dus kleine workflows hebt die je aan elkaar kunt verbinden. Hoe ziet zo'n HR workflow er dan uit? Dat is eigenlijk een klein dossiermapje, zo moet je het voorstellen. In dit geval om het vernieuwen van een contract. Je ziet om wie het gaat en waar we altijd de nadruk op leggen is of het met getekende documenten is of een mutatieformulier. Mutatieformulier is dus iets wat we bij de bron ophalen. Of dat een medewerker is of een manager die dat heeft gevuld, door wie het is goedgekeurd enzovoorts. Daarbij maken we ook altijd extra duidelijk bij wie de taak op dat moment actief is. Zodat altijd zichtbaar is of er sprake is van een taak die over de datum is. Of dat het ergens vastloopt in het proces bij een bepaalde medewerker of bij een manager die misschien te veel op zijn bordje heeft. Dit is eigenlijk in het kort dus het verhaal van de oneindige lus van HR naar payroll. Van links HR, rechts naar payroll en maar door, zeg maar. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk is. En dus wat het concept is van de HR workflows. En nu wil ik graag bespreken hoe je dat kunt uit gaan rollen bij klanten. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Dat dit echt iets is wat je mee naar klanten kan brengen. En daarmee hun kan helpen om hun HR-processen te verbeteren. En zo numbers aan de man kan brengen. En de eigen dienstverlening. Ja, die type klant, dat is toch echt wel een van de belangrijkste dingen om aan te denken.
haar workflows zijn gemaakt voor een bepaald type klanten. Wat wij bij nummers altijd noemen, heb je scenario 1, 2 en 3. Scenario 1 betekent dat je als dienstverlener alles doet voor die klant. Als hij een nieuwe medewerker wil aanmelden, dan mag dat via fax, via telefoon, via e-mail, via een brief. Dat is scenario 1. En de klant zelf doet ook niks op het gebied van de run of iets dergelijks. Die krijgt hoogstens een CEPA gestuurd en daar wordt mee betaald. Voor die type klant zijn de HR workflows niet zo geschikt. De HR workflows die vragen echt een bepaalde activiteit van de klant om in het pakket te werken. Om een formulier van een medewerker bijvoorbeeld goed te keuren en toe te passen. Zodat de adresgegevens worden gewijzigd bijvoorbeeld. Of het eerste werkdagformulier wordt ingevuld. Contracten genereren, dat is ook iets wat, wat deels door de klant gedaan kan worden. Dus voor scenario 1 is dit niet zo geschikt. Voor scenario 2 en voor scenario 3 is het wel heel erg geschikt. Dus dat betekent ook voor de klanten voor die de salarisrun via een aanvraag doen. En niet zelf die run draaien. Die kunnen wel toegang krijgen tot alle HR-functionaliteit, ook tot de HR-workflows, tot het digitaal ondertekenen en het de Word add-in bijvoorbeeld. En ook voor scenario 3, waarbij de klant eigenlijk alles zelf doet en in-house de salaris runt. Voor die klanten is dit uitermate geschikt, omdat die gewend zijn om in nummers te werken en daar stappen in te maken. Stap 2 is eigenlijk deze oneindige lus die ik net heb uitgelegd, is onderzoeken samen met de klant wie wat mag doen, op welke manier, wat de processen nou precies zijn. En dit is echt iets wat aan de hand van een 1-op-1 gesprek moet gebeuren. Wij proberen het zo makkelijk te maken dat ook een klant zelf, een businessklant, dit zelf zou kunnen inrichten. Maar uit oogpunt van dienstverlening is het natuurlijk heel fijn om daarbij geholpen te worden door een expert die weet hoe nummers heel goed werkt en die daar dus ook advies op kan verlenen. Maar dit is echt een gesprek wat plaats moet vinden over processen. Wat is de volgorde van stappen? Wie mag wat doen? Mag een manager een medewerker zelf aanmaken? Mag een manager zelf iemand aannemen? Is bijvoorbeeld een specifieke persoon die alles doet omtrent de leaseauto's of de laptops enzovoorts. Dit is echt een gesprek wat plaats moet vinden. En daarna moet dat vastgelegd gaan worden. In nummers zijn de rollen en verantwoordelijkheden een vangnet. Wij willen ervoor zorgen dat elke taak altijd aan iemand is toegewezen. Zodat we daar altijd ook actie op kunnen ondernemen. Zodat er altijd een overzicht kan zijn waar op dit moment een proces vastloopt. Dus daar zijn de HR-manager en de payroll-manager voor. En dat is het laatste vangnet om een taak toe te wijzen. Vervolgens is het zaak om die HR-processen die je hiervoor hebt geïnventariseerd, bekijken wat wij al hebben. We hebben op systeemniveau heel veel HR-workflows. Naar aanleiding van allerlei gesprekken die we hebben gevoerd, hebben wij deze processen vastgelegd in de vorm van HR-workflows op systeemniveau. Dus dat kan zijn het aan- en in dienst nemen van een medewerker of een beoordeling functioneringsflow, het aanpassen van een afdeling bijvoorbeeld. Al deze systeem-HR-workflows hebben wij vastgelegd. Maar wat we ook mogelijk hebben gemaakt is om die te kopiëren en dan vervolgens te personaliseren. We hebben bewust deze manier gekozen, omdat we hebben gezien omdat het erg lastig is om een proces vanuit niks vast te leggen. Maar op het moment dat je dus aan je klant laat zien, dit is een HR workflow, is dit volgens jullie proces, dan is het wel makkelijk om in te schatten, nee, we doen eerst stap deze en dan pas stap 3. En die medewerker mag dit wel, of deze soort medewerker mag het doen, deze manager mag dit niet doen. Op deze manier proberen we dit makkelijker te maken, zodat je kunt kopiëren en personaliseren.
om dan nog verder in te zoomen per HR workflow, ga je ook een eigenaar vastleggen. En wat betekent die eigenaar? Die eigenaar is iemand die weer een vorm van vangnet. Op het moment dat een taak niet kan toegewezen worden aan bijvoorbeeld de manager, dan gaat hij naar de HR workflow eigenaar. Degene die dit proces is gestart, die het heeft geïnitieerd, die moet gaan vastleggen wie dan de volgende persoon zou zijn. Dus je kan hier weer voor de HR manager kiezen, de payroll manager, of een specifieke gebruiker, mocht dat van toepassing zijn. En stap 6 is dat je de taken gaat toewijzen aan een bepaalde rol. Wij proberen ervoor te zorgen dat toewijzing gebeurt gebaseerd op rollen. Dit betekent namelijk dat het automatisch kan gaan gebeuren. Je hoeft niet op het moment van starten van een HR workflow per taak aan te geven wie dat moet gaan doen. Doordat wij op rollen gebaseerd toewijzen, kan dit al geautomatiseerd gebeuren. Dus de afdelingsmanager zal gelijk de taak krijgen, de HR-manager, de specifieke gebruiker. Iedereen die een rol of een taak heeft in volgens die rol, krijgt het automatisch toegewezen. En op het moment dat de taak actief wordt, zal die gebruiker dus ook die notificatie krijgen dat er wat moet gebeuren. Zal de taak in de applicatie zien, enzovoort. Stap 7. Hier komen dus de beslissingstaken om de hoek kijken. Moeten workflows met elkaar gaan verbinden. Waar de ene workflow eindigt, begint vaak de volgende. Je moet ervoor zorgen dat een workflow, wat we net ook aangaven, naadloos in elkaar over begint te lopen. Dus op deze manier is het laatste moment, is de laatste stap eigenlijk in zo'n HR workflow om de volgende te gaan kiezen. En als laatste hebben we nog een extra functionaliteit, recentelijk flink verbeterd, is om HR workflows automatisch te starten aan de hand van HR-signalen. Beeld je bijvoorbeeld in dat er op bepaalde verjaardagen of bepaalde jubilea iets speciaals moet gebeuren. Wij als in Numbers weten we of iemand 5 jaar in dienst is bijvoorbeeld, of dat een contract afloopt, of dat er via de API of via een integratie een nieuwe medewerker is aangemaakt. Dit zijn allemaal signalen die wij kunnen afgeven. En het is te kiezen of je dat bijvoorbeeld gewoon met de e-mail wil doen. Je kan bijvoorbeeld een e-mail sturen als via de API, via een integratie van bijvoorbeeld Linda of Nostradamus een nieuwe medewerker is aangemaakt. Maar je kan ook voor zorgen dat zo'n trigger een HR workflow start. Dus op het moment dat een nieuwe medewerker is aangemaakt, dat je de HR workflow onboarding start bijvoorbeeld. Er zijn allerlei mogelijkheden om het nog verder te automatiseren en informatie vanuit Numbers de juiste taken of workflows te laten opstarten. Ja, wat ik net heb willen laten zien is dus op de manier, het stappenplan eigenlijk, om hoe die HR workflows uit zijn te rollen bij klanten. Ik weet niet of er in de tussentijd nog vragen zijn. Er komen heel veel vragen binnen, Tijn. De meeste hebben eigenlijk in de chat afgevangen. Wel één vraag nog, we hadden natuurlijk over de signalen die doorkomen naar de medewerkers. Is dat signaaltje nog te personaliseren of is dat een standaard bericht wat vanuit de applicatie gestuurd wordt? Ja, wat we met onze signalen in principe doen is altijd dat wij initieel een standaard aanleveren. Maar die standaard is wel aan te passen. Dus wat we hebben gedaan is dit signaal onder de e-mailinstellingen is dat aan te passen. Dat is wel een functionaliteit die altijd behouden is aan de functioneel eigenaar. Maar het is wel een signaal wat gewoon is aan te passen. We hebben een aantal standaard gegevens erin gezet, zoals de naam van de medewerker, de datum, bedrijfsnaam enzovoorts. Maar die is zeker te personaliseren naar eigen wens. Top. Dat waren voor nu de vragen, maar ze zullen sowieso nog binnenkomen, dus okay, we breken erin. Ja. En dan wilde ik ook toch nog eventjes als kleine reminder stilstaan bij alle HR-functionaliteiten die we hebben. We hebben natuurlijk die HR workflows al gehad. Dat is een groot onderdeel, zeker vanuit het procesperspectief. Maar het is ook niet te vergeten dat we bijvoorbeeld ook een verlofregistratie in Numbers kunnen doen.
verzuim hebben we ook. Met de verzuim, verschillende verzuimintegraties sturen we ook actief de verzuimmeldingen naar de arbeidsdiensten. En daarbij via integraties zijn er ook rond de 10 verschillende integraties die koppelen met nummers. Zoals ik al had aangegeven, digitaal ondertekenen en de Word add-in. Eigenlijk, zo langzamerhand wordt dat één en hetzelfde functionaliteit. Daarnaast hebben we ook op het gebied van registratie, beoordeling en functionering is vast te leggen in nummers en bepaalde verstrekkingen. Verstrekkingen, omdat het natuurlijk ook in sommige gevallen invloed heeft op de loonstrook. Maar het is ook mogelijk om een gewone verstrekking, zoals een sleutel of een laptop, vast te leggen in nummers. Zodat je zeker weet dat als een medewerker uit dienst gaat, dat die weer terugkomen in waar ze horen. Die HR-workflows, de taken en de HR-signalen zijn eigenlijk een hele mooie manier om je werk te organiseren. Te zorgen dat de juiste persoon de juiste informatie gaat aanleveren. We proberen het altijd op te halen bij de bron. Het is vaak de medewerker die het beste weet wat zijn adres is. En het is vaak de manager die het beste weet of een contract verlengd moet worden. Op deze manier, aan de hand van nummers, kun je dit werk makkelijk organiseren. En als laatste, die medewerker die blijft betrokken in het hele proces. Wij zorgen ook voor dat alle medewerkertypes zijn vast te leggen. Dus ook externe medewerkers, ZZP'ers, zijn vast te leggen. Sollicitanten, hetzelfde verhaal. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen die binnen de organisatie werkt, ook in nummers vastgelegd kan worden en kan betrokken worden bij alles wat die medewerker aangaat. En dat kan aan de hand van de self-service. Dus de medewerker kan zelf inloggen in zijn portal. En de medewerker kan zelf dus een verlofaanvraag doen bijvoorbeeld. Maar ook wijzigingen doorvoeren die nodig zijn. Of wijzigingen aanvragen. En dat is dan ook allemaal inzichtelijk in de mobiele app. En wat we dan eigenlijk als laatste, als kleine kers op de taart, die ik niet in de overzicht heb gezet, is een aankondiging. Want vanaf 2022, ergens in 2022, ik zeg nog niet welk kwartaal voor de zekerheid, komt namelijk Numbers Hire. En dat is, vind ik toch wel een erg spannend project, maar ook heel gaaf. Zeker, maar de Numbers Hire wordt een nieuwe add-on, die we dus ergens in 2022 gaan lanceren. En met de Numbers Hire add-on is het mogelijk om dat recruitmentproces helemaal te optimaliseren. Waarom is het nou een add-on? We hebben gezien dat eigenlijk een recruitmentproces is iets wat zo specialistisch werk is bijna. Dat je echt voor moet zorgen dat dat ook een specialistisch product is. Dus met de Numbers Hire add-on wordt dat iets wat voor iedereen in het werving- en selectiegebied is. Het wordt een hele mooie tool die uiteraard ook heel mooi met nummers integreert. Dus dat wordt een heel spannend project. Maar het is wel mooi om te weten dat ergens in 2022 gaan we dus die Numbers Hire lanceren. Dus houden jullie op de hoogte. En met die afsluiter zijn we er, denk ik. Dit was de presentatie over de HR workflows en alle HR functionaliteiten van Numbers. Super. Tijmen, stel, iedereen is natuurlijk een razend enthousiast om te beginnen met de HR workflows. Wat zou nu voor onze klanten een makkelijke HR workflow zijn om mee te starten samen met hun klanten? Heb je daar een goede tip in? Ja, dat is een goede eigenlijk. Wat ik denk de makkelijkste, de meest concrete is altijd het hernieuwen van een contract, denk ik. Wat met het hernieuwen van een contract, als je dat met een klant bespreekt, is eigenlijk altijd heel snel duidelijk hoe dat gaat. Wie wat te zeggen heeft erover, welke gesprekken er gevoerd moeten worden enzovoort. Dus dat is een hele concrete, waar iedereen heel makkelijk een beeld bij heeft. Dat is het moeilijke natuurlijk met processen. Dat zijn hele fluïde concepten soms. Dus het is niet altijd even duidelijk wie wat mag doen, als je het op papier ziet. Maar als je dat bespreekt, van oké, ik leg me gewoon uit, hoe gaat het bij jullie in zijn werk? Dan wordt dat heel makkelijk. Dat is dus, ik denk dat dat de meest concreet is om mee te starten.
Het is ook natuurlijk een van de meest belangrijke, denk ik, het hernieuwen van een contract. Dus dat is altijd wel een mooie om mee te beginnen. Goede tip. En dan meteen met de Word erin, zodat je niet iedere keer een contract helemaal handmatig hoeft aan te passen. Ja, ja, en zeker als dienstverlener is het natuurlijk ook wel interessant om binnen die contractensfeer te zitten. Omdat dat ook, daar is altijd wat mogelijkheid tot advies. Soms juridisch advies, afhankelijk van je organisatie. Maar dat is altijd, dat is wel een heel belangrijk onderdeel vaak van het HR-proces. We hebben even een snelle blik op de of er andere vragen zijn. Andere wellicht prangende hoe we met AVG omgaan. Maar dat zal natuurlijk dezelfde manier zijn zoals we al in de Numbers applicatie hebben afgevangen. Ja. Dus de AVG waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn, is om de digitaal getekende documenten precies hetzelfde te laten werken als de normale documenten. Ik hoop dat een aantal van jullie dit ook recentelijk hebben gezien in de applicatie. Want dat is sinds vorige week is dat helemaal live. Maar daar is onze GDPR-tool is daar natuurlijk ook op aangesloten. Dus dat betekent dat als een medewerker uit dienst gaat, dat we ook die getekende documenten op de juiste bewaartermijn zullen verwijderen. Helder. Ik denk dat dat voor nu even was voor de live vragen. Maar mocht er nog wat binnenstromen dan. Misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Nou ja, je kan natuurlijk heel veel zelf doen. Alles eigenlijk zelf inrichten met behulp van de supportartikelen en onze supportafdeling. Dat is altijd mogelijk. Mocht je nou persoonlijke ondersteuning nodig hebben en echt een speciaal programma gericht op het inrichten van de HR... functionaliteiten, dan hebben we daar ook een speciaal programma voor ontworpen. Dat heet HR Up and Go. Ik deel de link even in de chat. Mocht je daar meer over willen weten, kan je altijd even daarop kijken en ons bellen voor meer informatie. Ja, ik zie nog een vraag van Wilco over, is er ook een demo beschikbaar van de verschillende HR workflows? Zoals ik aangaf, hebben we dus die systeem HR workflows. En op het moment dat je bij een organisatie de HR workflows aanzet, kun je die systeem workflows inzien. Ze staan niet gelijk aan, dus maak je geen zorgen dat gelijk actief gaat naar de klant toe. Maar dat is het eigenlijk de makkelijkste manier om gewoon die workflows te zien, zonder dat ze actief zijn. En dan kan je ze gewoon inzien en dus ook al gelijk kopiëren en personaliseren. Je moet ze altijd nog activeren, zodat een klant ze in kan zien. Dus dat is ook een makkelijke manier om ze alvast gewoon te bekijken en zien of dit iets is wat handig is. Ik denk nog als laatste vraag. Werd er veel gevraagd of er ook nog een webinar is voor het inrichten van de HR workflow. Is het mooi om aan te geven dat er op onze mediabibliotheek homeschools ook zijn die we eerder al hebben gegeven. En daarin lichten we ook nog in wat meer detail de HR workflows toe. Dus als je die zou willen zien, dan kun je die op onze website numbers.com/nl/mediabibliotheek terugkijken. Top, dan denk ik dat hem was. Jor, wil jij hem nog afsluiten? Ja, graag. Tijmen, hartstikke bedankt voor deze webinar. Ik denk dat er aan de hand van de vragen enorm veel belangstelling is om te gaan werken met die HR workflows. Ja, nog steeds komen er een aantal vragen binnen van de vaardigheden die klanten moeten hebben. En het inrichten van de HR workflows. Ja, ik denk dat het gewoon goed is om ermee aan de slag te gaan. Bekijk die webinars die al online staan bij ons op de website. Bekijk de supportartikelen. Richt een demo-omgeving in. En ga er zelf vooral veel mee pielen. Ik denk ook als tip om mee te geven, als je nou denkt van, nou ja, ik wil hier graag mee aan de slag. En je hebt een klant waarvan je weet dat je een goede relatie mee hebt.
en die ook hier belangstelling bij heeft. Ga eens met hem om de tafel zitten, breng die HR-processen in kaart en richt aan de hand daarvan de HR-workflows in. En dan heb je een pilot case en dan weet je in ieder geval hoe je ermee moet werken. Dan leer je hoe je de klant moet uitleggen hoe je ermee moet werken en dan kan je daarna dat trucje herhalen. Dus dat is wat wij veel meekrijgen van klanten die ermee beginnen met werken. Qua feedback, dat enorm helpt. Ja. De hele week hebben we interessante webinars op allerlei vlakken. Morgen staat er inderdaad eentje op de planning voor marketing. Dus wil je meer weten over marketing en over hoe jij dat kan gebruiken in de groei van je eigen praktijk, kom dan morgen gewoon lekker weer. En enorm bedankt. En wellicht morgen op de Neerpa zien we jullie misschien. Wij staan er in ieder geval. En tot ziens. Tot ziens.